Welkom bij Renice bij Daily. Ik ben Daily Coffee, spiritual coach, energy reader. En dit is de week energie reading voor de eerste week van mei. De week van 3 tot en met 9 mei. Met op 5 mei de numerologische powerdag met 555 in de datum. En het meeste getal 5 en 55. Kijk, dat hebben we hier. Gaat over adventure, gaat over vrijheid, gaat over veranderingen. Lees ook de liefdesbrief van deze week. En daarnaast heb ik ook, verandering zie je dat, heb ik ook de, op 5-5 zal ik ook in een liefdesbrief over dat portaal opnemen op mijn website. Ik ben even aan het zoeken. Kijk eens aan. Kijk, mooi. Dus het gaat over veranderingen, het gaat over avontuur, het heeft te maken met vrijheid. Wij leven ook natuurlijk in een jaar met de trilling 5, het getal 5, hè, 2021 staat voor 5. Daarnaast zitten we in de maand mei en maand mei opgeteld is maakt weer getal 1 in de numerologie, dus een nieuw begin. Dus deze powerdag, dit portaal is heel krachtig in die zin. Het dominerend getal wat symbool staat voor jaargetal zit erin. En dat niet alleen, het gaat dus over verandering. Ja? Dus maak gebruik van die energie, die dag, om ja, bepaalde rituelen te doen. Misschien wil je afscheid nemen van dingen die jou niet meer dienen. Misschien ben je helemaal klaar voor verandering. Maar voel je nog dat ergens iets opgeruimd mag worden in je systeem? Weet je, dan kan je die dag allerlei rituelen doen. Ik neem in mijn, in mijn liefdesbrief voor het 555 portaal zal ik nog wat zaken in opnemen voor jou om je daarin te ondersteunen. Elk ritueel is in principe gewoon goed. Als het maar gebeurt vanuit de intentie dat jij natuurlijk het beste wilt manifesteren wat jouw hoogste goed dient. Okay. Verder hartelijk dank aan al mijn abonnees. En zoals toegezegd, als ik de 2000 abonnees had bereikt, dan geef ik een giveaway bij de eerstvolgende Instagram Live, Week Energy Reading Live. Zal ik vertellen van hoe je kunt deelnemen aan de giveaway. En sowieso elke 18e van de maand geef ik ook wat weg. Daarnaast heb ik een hele mooie actie voor wat betreft Moederdag. Alle informatie daarover vind je hieronder deze video. Ook de links daar naartoe. Ook in de liefdesbrief van maandag. Kan je daar, die staat ook op de website onder blog. Kan je daar wat meer over lezen. Dat zijn de energy updates, noem ik liefdesbrieven. Hartelijk dank nogmaals aan mijn abonnees. Iedereen die het kanaal steunt door middel van een comment of de lieve donaties die jullie doen via Tikkie of PayPal. Als je dat nog niet doet of nog niet hebt gedaan, volg mij ook via Instagram. En heb je zoiets van, ach Daily, ik wil gewoon een persoonlijke reading. Kan je gewoon boeken via mijn website www.mydailycoach.nl. Maar ik zou eerst even de moederdagactie bekijken, want dan kun je nog een reading boeken met een leuke korting. Alright, wat heeft deze week voor ons in petto? Ik ben nog steeds lekker aan het genieten van mijn daagjes weg. Dus vandaar dat ik niet live ben gegaan. Oh ja, en op 22 mei, dit keer niet 21 mei, want op 21 mei heb ik mijn opleiding. Hè. Zoals jullie weten volg ik onder andere de opleiding tot shamanistisch coach. Ik twijfel. Ik neem in ieder geval deze. De opleiding tot shamanistisch coach. En dat is op de vrijdag, 21 mei. Dus dan lijkt het me niet handig dat ik dan nog een cleansing ga houden. Dus ik ga dit keer op zaterdag de 22e doen. Wil je daarvoor alvast opgeven of in ieder geval kenbaar maken dat je geïnteresseerd bent, dat je mee wilt doen? De link daarvan vind je ook hier onder deze reading. En als alles goed gaat, dan ga ik dit keer met wat meer geluid werken. Dus ik ben benieuwd. En anders zou ik gewoon de old style aanhouden. Nou, het duurt heel lang met het schudden. Wauw, alchemie. En daaronder is de Reason kaart. Dit is de kaart van The Emperor. Ligt hier. De keizer kwam ook heel veel terug in de pick-a-card reading. Dus dat heeft iets te maken met in je power komen te staan. Zowel jij in je tweelingziel zie je. Daaronder ligt de Magician. Terugkomen in je kracht.
Ja, het is heel erg vuur. Misschien ben je een tijdje al een beetje uit balans, voel je niet helemaal in je element. Kan van alles betekenen. Goed, deze week de Chariot. Dit is de kaart van vooruitgang. Dit is de kaart van ik ga niet meer achterom kijken. Ik ben gewoon gefocust op het nu en de toekomst. En daar gaat het portaal, wat 555 portaal wat eraan zit te komen, gaat jou enorm daarbij helpen. Neem deze week echt de tijd om te kijken van oké, hoe wil ik verder gaan in mijn leven? Wat is nu waar ik zo trots op ben, waar ik zo blij van word, waar ik echt van kan genieten? En hoe kan ik dat meenemen naar de next level? En al het andere wat ik al heb aangekeken, wat ik al heb verwerkt, weet het komt toch nog wel een keer terug. Dus maak je daar niet druk om. De boodschap is focus je vooral op het nu en de toekomst. Hè? Dat is ook mijn slogan, is creëer morgen vandaag. Dus wat kan je vandaag al doen om een morgen te hebben zoals je dat graag zou willen. Ondanks dat we natuurlijk nooit zeker zijn van de volgende dag. Hè? Maar goed, als je daarmee bezig gaat zijn, geeft het je ook weer hoop. Kijk, de Fool kaart ligt hier. Starseed. Dit is een nieuw begin. Dat is de vooruitgang die je boekt naar een nieuw begin. Dus deze week wordt het tijd om de zaadjes te gaan planten en misschien alweer te gaan oogsten. Wat betrekking heeft op het nieuw begin wat jij graag zou willen. Wat wil je nou in je leven? Wat zou je nou echt heel graag willen? Of in je tweelingzielenconnectie, maar ik betrek het even nu op jou. Wat zou jij heel graag willen in je leven? En wat maakt dat je dat nog steeds niet hebt opgepakt of onvoldoende tot uiting is gekomen? Want de kaart van alchemie staat hier. Dus welke ingrediënten heb je nodig om datgene te gaan creëren wat je graag zou willen, zodat je ook echt succesvol vooruit kunt gaan, succesvol vooruitgang kunt boeken. Okay? Dus wat heb je nodig? Ik noem het even ingrediënten. Het is natuurlijk niet letterlijk ingrediënten, want we gaan geen taart bakken. Of nou ja, misschien wel, weet ik niet wat je gaat doen. Of dat het is wat je graag zou willen. Maar het gaat over welke kwaliteiten, welke vaardigheden, welke mindset. Welke visie, maar vooral mindset voel ik, heb je nodig. Maar niet alleen maar mindset, ook je heartset. Hoe kun je ervoor zorgen dat je helemaal afgestemd bent op hetgeen wat je graag wilt realiseren in jouw leven? Oké, cool. Oh, even die zo pakken. Ja. Ik wilde met dit deck werken, maar ergens dan registreer ik het. En dan doe ik er niks mee. En vervolgens denk ik, oh ja, ik wilde met dat deck werken. Nou, bij deze. Onderkant deck ligt ook de Ace of... Oh, kan ik jullie niet zien. De Ace of Pentacles. Dus er is echt wel een heel mooi nieuw begin hier. Het is natuurlijk een nieuwe maand. Maar vooral die 555 portaal. Ja, het is gewoon een fantastisch portaal om te gaan manifesteren. Het is gewoon wowie. En er zijn natuurlijk meerdere portalen. Maar deze is gewoon toch wel de meest krachtigste, heb ik het idee. Oké, wat mag te weten komen over deze week voor de lievers die kijken? The Wheel of Fortune, kijk eens aan. The Lovers, ik krijg gewoon kippenvel ervan. Met de Four of Wands, wauw. Hier ligt Union, hier ligt een mooie gebeurtenis. En hier ligt de geliefde in het midden. Met daaronder ligt de Six of Pentacles. Dus wauw, we gaan verder kijken. En er gaat iets veranderen hoor. De Eight of Cups omgekeerd. Iemand wilde weglopen, maar gaat toch maar niet weglopen. Die blijft. Uh-oh. Wie is dat nou weer? De twijfel komt, die twijfelt niet meer, maar die blijft. Is dat hem? Is dat hem? Die heeft het licht gezien. Die voelt de connectie. Even kijken, hoeveel ligt hier? Er ligt heel veel. 1, 2, 3, 4. Oké. Okay. In het midden ligt de Page of Cups. Wauw. De Five of Pentacles. Met de Strength kaart. Er liggen hier meeste getal 88. De Empress ligt hier ook. En nog één kaart, alsjeblieft. Met de Devil. Waarom weer, hè? Oh. Oké. Okay. Prepare yourself. Are you ready, my darlings? Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Onderkant deck is Ace of Cups. Oh. Ace of Cups, de liefde begint. Ach man. Jeetje. Zal ik hem hier zetten? Is dat beter? Kun je het beter zien, hè? Daaronder ligt wel de Hermit. Met de Knight of Wands. Dus iemand komt uit zijn schulp. Of haar schulp. Met de Three of Wands. Dus ja.
Het is alsof iemand een awakening heeft gehad of zo. Of die gaat een awakening krijgen. En dat resulteert in. Kijk, alsof het zo moest zijn. Gelijk de eerste kaart. Abundance ligt hier ook. Zijn is heel mooi. Er liggen hier dus een aantal kleuren die ik even associeer met de keelchakra en de hartchakra. Zowel roze als groen. Maar het is niet echt groen, turquoise meer. En de keelchakra. Dus ik heb het idee dat iemand deze week zijn of haar waarheid gaat uitspreken. Hij of zij gaat toegeven aan het gevoel wat hiervoor echt voor zichzelf werd gehouden. Hij of zij is niet, het is niet gelukt om weg te lopen, om de connectie de rug toe te keren. Dat lukte maar niet. Of dat lukt nog steeds niet. Ik heb niet het gevoel dat jij dit bent. Ik heb het gevoel dat de ander dat is. Met om wie dit gaat. Want de liefde is er gewoon. Kijk eens aan. Jij bent zijn of haar empress. En dat weten ze ook. Dat weten ze ook. Hè? En wat ik gewoon heel erg mooi vind. Ja, nu niet meer. Want ik heb de kaarten verschoven. Maar die empress ligt precies onder de Starseed kaart. Dus hier ligt een nieuw begin, daar ligt een nieuw begin. Met jou. Dit is de kaart van creatie. Dit is de kaart van het idee, van het zaadje. En hier is het zaadje, wordt naar, hè, verwezenlijkt het. Verwezenlijkt. Hop. Ik kom er niet aan mijn woorden. Eeuw. Zo. Maar goed, er ligt toch iets van angst of een factor wat ervoor zorgt dat de ander nog niet helemaal alles is vergeten of kan vergeten. Want jij hebt hem of haar pijn gedaan, of andersom, hij of zij heeft jou pijn gedaan. Want er was een tijd. Je gaat van een 3 naar een 4. Dat je een soort van toekomst. Of nee, dat er een soort van toekomstbeeld was met jou. En de toekomst zag er heel mooi uit. Heel roodkleurig, heel stabiel, heel liefdevol. But something went down. Yes, yes. En ergens voel ik dat deze persoon toch ergens anders was gaan snuffelen. Om te kijken of de gras ergens anders groener is. Of teruggegaan naar een ex. Of whatever. En dat heeft ervoor gezorgd dat er een missed opportunity was. Dus er is iets, hè, wat niet is doorgegaan. Maar goed, wat hij of zij is vergeten is dat er ook nog divine timing is. Dus the universe zei, bring your ass over here, darling. Oké, okay, ask dan nog een beetje. Bring your bibs over here, darling. Ik bepaal, niet jij. Dus die persoon is denk ik weer terug bij af. Die is terug waar die moet zijn, bij jou. En dat vergt gewoon heel veel kracht van deze persoon. Heel veel innerlijke kracht. Want ergens, ergens voelt hij zich nog steeds, hij of zij, zegt hij. Hij of zij is nog steeds door jou aangedaan. Hè? Ik zeg, ik leg het nu, dit verhaal uit, gebaseerd vanuit, of op basis van de ander en vanuit het oogpunt van de ander. Maar het kan ook net zo goed jouw verhaal zijn wat ik nu vertel, hè? Dus dan kan je de rollen gewoon omdraaien. Dus dit vereist gewoon heel veel innerlijke kracht van deze persoon. Wauw. Ga zo nog met een ander deck kijken. Wat ligt hier nog meer? Oké, waar zitten de Page of Cups? Hè? Iemand gaat. Wat is de Page of Cups? Waar gaat die over? Iemand wil een nieuw begin. Iemand wil het spijt me zeggen. Of in ieder geval, als het helemaal niet de woorden zijn van deze persoon, dan door middel van een gebaar wil die persoon. Ja. De persoon heeft echt verdriet ervan. Of jij hebt er verdriet van. Of deze persoon heeft jou echt geraakt. Hij is echt in zijn of haar hart geraakt. En de Two of Swords omgekeerd is dat hij of zij. Ze hebben, ja, kijk eens aan. Het ligt gewoon 1, 2, 3 ligt hier. Hoe mooi het wil je het hebben? Kijk, we gaan even. De Page of Cups vroeg ik van waar gaat dit over? De Page of Cups. En toen kreeg ik de Nine of Cups met de Ten of Swords. Dus
Hij of zij is succesvol uit een proces gekomen. Ze hebben een proces afgerond. Een heel pijnlijk proces. Een proces wat hun echt diep heeft geraakt tot in hun ziel. En hoe diep zijn ze geraakt? Nou, behoorlijk. Want het kan ook om jou gaan natuurlijk, hè, als het jouw verhaal is. Want ze hebben hier echt hartzeer van gehad. Ze hebben hier heel veel erg van moeten helen. Heel veel moeten verwerken. Maar hun hart was echt, zie je hoe die zware leen. Hij wil nu niet scherp stellen. Oh. Ga je het doen? Nee, dus. Nou, we laten hem eventjes zo, want hij heeft er geen zin in. We respecteren de camera. Camera, ik respecteer jou vandaag. Maar goed, zie je hoe de zwaarden het hart doorboort, of doorboren? En dit heeft ervoor gezorgd dat er een tijdje geen contact tussen jullie is geweest. Of dat die persoon had zoiets van, tot hier en niet verder. Ik wil geen contact meer met jou. Ik wil dat je uit mijn buurt blijft. En ondertussen is die persoon natuurlijk wel gaan nadenken. En normaal als hij upright is, is het letterlijk de kaart van blokken. Maar hij is dus ook weer omgekeerd. En net als hier met de Eight of Cups is in de upright iemand die wegloopt. Maar deze persoon gaat nergens naartoe. En deze persoon gaat ook niet meer blokkeren. Die gaat ook niet meer weglopen, want ze hebben hun aha-moment gehad. Ze hebben het licht gezien. You see? En het licht is. Oh. Het licht is letterlijk gewoon als een lichtbal uit de hemel komen vallen. Poink! Op hun hoofd. Letterlijk. En zo via het hoofdje door naar het hart. En ik denk dat dat dus de 555, de verandering gaat zijn wat hier ligt in een bepaalde connectie die je hebt met iemand. Als het niet gaat over een connectie met iemand, dan is het helemaal jouw verhaal wat te maken heeft met dat jij het licht hebt gezien. Dat jij een helderheid hebt gekregen in zaken. Iets wat jou echt aan het hart is gegaan. Iets waar je echt heel veel verdriet van hebt gehad. Daar heb je van geheeld. Je hoeft je niet meer te verdedigen. Je hoeft je niet meer af te sluiten. Je hoeft niet meer in de defense te gaan. Nee, jij bent helemaal klaar voor een nieuw begin. Je hebt al je angsten onder ogen gezien. Je hebt alles verwerkt wat je maar kon verwerken de afgelopen periode. En this is the shit. This is the deal, you know. This is the real thing. Oké? Je bent er klaar voor. Yes? En ik zei ook van, ik krijg een beetje zo'n agressieve energie in mij. Zo'n, ja, agressief is het agressief. Het is, ja, het is echt zo'n van, kom maar, kom maar, kom maar. Ik weet niet of het agressief is. Wat voor energie is dit? Ja, het is echt alsof je wil gaan vechten of zo. Maar niet tegen iemand, voor iemand. Voor jezelf. Dat is wat ik voel. Hè? Want ik voel hem helemaal door mijn lichaam. En ik ben geneigd om heel veel te gaan schelden en zo. Weet je, dat is dus de uplifting energy die je voelt. En niet zozeer schelden van in de zin van. Want ik zeg ook wel eens fuck. Maar dat zeg ik dan omdat ik denk van yeah, fuck. Weet je, zo vanuit blijdschap dat soort dingen roepen. En ik heb het idee dat dat in jou plaatsvindt. Dat je echt bent wakker geworden. Dat je er helemaal klaar voor bent. En het is agressief. Nee, het is geen agressieve energie. Het is gewoon een vurige energie. Laat ik het daarop houden. Want agressiviteit wordt dan weer met heel negatief. Heeft een negatieve klank. En het is niet iets negatiefs. Kijk, het is dit wat ik net voelde. En ik associeerde dat dan gelijk met een soort van agressie. Maar het is helemaal geen agressie. Het is gewoon die burst. Er gaat iets in jou ontploffen deze week. En het moet er gewoon uit. En het is gewoon deze vuurbal. Die eruit moet. Dus houd daar rekening mee van als het niets te maken heeft met een relatie of met een connectie. Dat het te maken heeft met de burst van energy wat in jou zit. En dat moet er gewoon uit. En dat gaat ervoor zorgen dat je die mooie creaties kunt gaan houden, kunt gaan hebben. En naar de next level kan gaan met die 555 portaal. Oké? Ik ga je nog wat meegeven aan boodschappen. Wat mag ik meegeven aan de lieverds? Dus nogmaals, het is geen agressieve energie. Ja, ik zit mezelf te corrigeren nu, want ik voel dat ik dat moet doen. Ik ga het niet uit de reading halen. Ik laat het gewoon erin zitten. Maar ik werd er gewoon heel poef. Het was er heel sterk. En dat je gewoon wil gaan knokken voor je eigen leven, voor je eigen bestaan, voor je eigen toekomst, voor je eigen visie. Alles wat met jou te maken heeft. Dat je daar gewoon zo. Weet je, dat je echt als een giant, als een reus sta je op. Dat is wat ik voel. Eerst was je misschien heel klein, zat je daar misschien wel een beetje voorover gebukt. En nu ben je gewoon de giant. En je bent een trotse giant. Want je hebt zoveel geleerd. En niet de leeuw, maar gewoon de reus in jou.
is ontwaard en die brult en die wilt en die gaat ervoor en die is er klaar voor. Oh, kijk eens aan, ik praat over burst. A burst of magic. Dat is wat uit jou komt. Wat ik gewoon mooi vind, hè? Zie je? Ik krijg gewoon kippenvel ervan. Twee keer de lotusbloem. Hier bij de starseed. En hier ook. Dus er komt echt een energie uit jou deze week. En je kan het dus verder vergroten en versterken door dit portaal. Dus de burst of magic, want daar ga je mee werken. En dan ga je dus zien dat er endless possibilities zijn. Er is zoveel meer mogelijk dan jij ooit hebt durven dromen. Want als jij dus contact gaat maken met deze energie, dat is gewoon heel fantastisch. Kijk, nogmaals voor de laatste keer, dan hou ik erover op. In mij voelde het alsof het een soort van agressieve energie was. Want het was gewoon zo krachtig. Het is ook heel ongetemd. Het is echt een vrouwelijke energie wat omhoog komt. En vrouwelijke energie is een ongetemde energie. Ja? De vrouwelijke energie wordt ook geassocieerd met de maan. En de maan staat dus ook voor het donker. En daar zit natuurlijk ook al je angst. En daar zit het onbekende en het onbewuste. Dus daar heb je geen grip op. En dat is de energie die ik net voelde. En dat zit in je. En dat gaat deze week echt omhoog komen. Vooral denk ik rond het portaal met die 5-5 portaal. Als je daarmee aan de slag gaat. En dan bearing fruit. En vervolgens als je dat dan heel mooi gaat gebruiken. Die energie waar ik het nu over heb. Ja, dan heb je binnenkort letterlijk het laaghangend fruit wat je mag gaan plukken. Dus gebruik deze energie deze week om te creëren. Om fantastische zaken mee te voorspoedigen. De magic. Om fantastische zaken mee in jouw realiteit te halen. Want je gaat vanuit die endless possibilities denken. Hè? Tot aan nu heb je misschien vastgezeten in je manier van denken. Maar na deze week door die energy burst ga je helemaal open. En dat gaat ervoor zorgen dat je binnen op korte termijn. Dus binnenkort mag gaan oogsten. Het ligt trouwens 2 keer 12 hier. Dat is het meeste getal 12-12. Of de race 12-12. 11-12-12. Wat mooi. En onderkant dek is 44. En dit is de Divine Matrix. En misschien heb je dat gevoeld de afgelopen periode. Dat je echt dacht van my godness, waar ben ik in beland? Hey? Hoe kom ik hieruit? Ik snap er helemaal niks van. Misschien ook door die connectie. En na deze week gaat alles een beetje op zijn plek vallen voor jou. Tot slot. Nee, deze niet. Ik ga jou een hele mooie boodschap meegeven aan de hand van een kristal. Aan de hand van een edelsteen. Jou gaat helpen deze week. Wat gaat het mooie ziel die hier naar kijkt helpen? Om echt een fantastische 555 portaal te hebben. Of de burst of magic goed te gebruiken. Van waaruit ze gaat werken. Van endless possibilities. Zodat ze binnenkort de bearing fruit kan hebben. Waar ze uit kan plukken. Hij of zij. Dus ja, een nieuw begin staat op het programma. Laat me even weten als de reading met je resoneert onder deze reading en ook waar het over gaat. By the way, op 22 mei gaan we weer cleansen, chakra cleansing. Wil je nu alvast aangeven dat je hier aan mee wil doen? Onder deze video vind je de link. Oké, wauw. Feed your creativity. Voed je creativiteit. Heel belangrijk. En dat is dus die endless possibilities. Door de endless possibilities om op die energie in te tappen, voed je creativiteit. En andersom ook, als je creativiteit gaat voeden, kom je dus bij de endless possibilities uit. Oké? En dan ga je ook de magie zien. De angel aura quartz lighten up. Nou ja, dat ga je zeker deze week doen. En de laatste is unikite, ik weet niet of het goed uitspreekt, maar goed. Live in the now, leef in het nu. Ik wens jou een hele fantastische week. Vergeet niet de liefdesbrieven te lezen van deze week. Die gaan over dit portaal, maar ook gewoon over de energie van de tweelingzielenconnectie. En bij de volgende eerste Instagram Live Week Energie Reading, dan hebben we de giveaway. En dan vertel ik hoe je eraan kunt meedoen. Voor nu wens ik je een hele, hele mooie week. En alvast fijne bevrijdingsdag.